Goedenavond. Bij uitgeverij Augustus verscheen onlangs een nieuwe vertaling van de beroemde taoïstische tekst De Tao Te Ching, door Christopher Schipper vertaald als Het boek van de Tao en de innerlijke kracht. Samen met de Zwangtse, die Schipper 3 jaar geleden vertaalde, en de Lietse, die de Belgische sinoloog Jan de Meijer voor zijn rekening nam, vormt de Tao Te Ching een trilogie van het klassieke taoïsme. Aan Jacqueline Oskamp legt Christopher Schipper uit dat het taoïsme in wezen een lofzang is op het niets doen. Maar eerst vertelt hij waarom hij zijn hele loopbaan een vertaling van de Tao Te Ching heeft proberen te vermijden. Toen ik Chinees begon te studeren, dat was in Frankrijk in 1955, dus meer dan een halve eeuw geleden. Toen was in ons tekstboekje, we hadden een heel oud tekstboekje, waar ook maar heel weinig studenten, zo, een stuk of 6, stond een zinnetje uit hoofdstuk 41 van de Tao Te Ching. Nou, dat vond ik geweldig. Dus toen ik mijn docent daarover aansprak en zei, goh, wat mooi en zo, toen zei hij, ach, daar zou ik me maar verder niet mee bemoeien. Daar zijn en weet u nog welk zinnetje dat was? Ja, de touw schiep het ene of bracht het ene voort. Toen vertelde hij me dat, ja, er al zoveel slechte vertalingen waren van de Tao Te Ching gemaakt door allerlei zoekers naar diepere betekenissen en zo, dat je daar je als bona fide sinoloog maar beter verre van kon houden. Nou, dat is ook waar. Er zijn in het Nederlands, volgens mijn vriend en collega Gumbert, die er een schitterende catalogus van heeft gemaakt en ook een leuke tentoonstelling heeft georganiseerd een paar jaar geleden in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, zijn er meer dan 40 Nederlandse vertalingen tussen aanhalingstekens. Die mogen tussen aanhalingstekens, want die zijn ook niet bedoeld als vertalingen. Die zijn meer door deze of gene die in het boek van Lao Tse iets dachten te ontdekken wat met hun eigen zoeken en wijsheid overeenkwamen. Naar aanleiding van de tekst of wat ze daarvan wisten. Door verschillende versies naast elkaar te leggen. Dat opnieuw hebben uitgedrukt. Want sowieso zijn er nauwelijks vertalingen vanuit het Chinees direct gemaakt, denk ik. Misschien, ja, Duivendak? Nou, dat is Duivendak natuurlijk, maar dat is ook alweer heel oud. En die had een andere axe to grind. Duivendak wilde de nieuwe filologie van China van de jaren 30 aanwenden. Die hadden bepaalde theorieën over de tekst en over de taal waarin het geschreven was en over de datum waarin het boek zou zijn gemaakt en zo. Ja, dat is nu volkomen verouderd. En Duivendak was er minder op uit om echt de gedachtenwereld van de Tao Te Ching meer naar voren te brengen. Het was een beetje tijdgebonden en ook erg Leids hoogleraarachtig. Dus stond alweer heel ver af van wat ook natuurlijk toch juist is, dat mensen in dit boek een zekere wijsheid zoeken. Daar is het ook om gemaakt, dus dat is ook zijn functie. Dus dat is volkomen gerechtvaardigd. Ja, er is de vertaling geweest van Mansfeld Beck naar aanleiding van een bepaald commentaar. Dus dat is ook weer een bepaalde kant opgestuurd. Er zijn nog wel wat betere rendities, zou ik zeggen, die half vanuit het oorspronkelijk Chinees en half een. Maar goed, zoals niet alleen voor de Tao Te Ching, niet alleen voor de Lao Tse, voor de Lao Tse, zoals we dat in het Chinees zeggen, maar voor een heleboel boeken. Ook veel boeddhistisch, heel belangrijke sutra's. Ik weet niet of er in het Nederlands een behoorlijke vertaling is van de Hart Sutra of van de Avatamsaka Sutra, de Gierlanden Sutra. Ik ben bang van niet. De eeuwige Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt. De eeuwige naam kan niet worden genoemd. Het niets, een naam voor de herkomst van de 10.000 dingen. Het iets, een naam voor de moeder van de 10.000 dingen. Waarlijk, voor immer bevrijd van begeerte mag je het mysterie aanschouwen.
Blijf je altijd vol verlangens, dan zie je slechts wat je beoogt. Deze tegenstelling is het gevolg van het door namen te scheiden van wat oorspronkelijk één was. Dit eenzijn heet het duistere. In het duistere van dat duistere schuilt de poort tot de massa mysterieën. Wat was het moment dat u dacht, ik ga me toch wagen aan die Tao Te Ching? Kijk, ik ben persoonlijk zeer verknocht aan de Zhuangzi. En ik ben Tilly Hermans en haar uitgeverij diep dankbaar dat ze aan dat boek en aan mijn vertaling een ereplaats gegeven hebben. Er een mooi boek van gemaakt hebben met een harde kaft. Zoals dat betaamt voor een van de allerbelangrijkste en fundamentele werken uit de wereldliteratuur. Daarna heeft mevrouw Hermans het gewaagd om ook nog een collega, Jan de Meijer, van mij te benaderen voor de latere aanvulling van de Zhuangzi, een boek dat Lieze heet. Daar waren dus de twee fundamentele teksten van het Taoïsme wel belegd. En ja, wie twee zegt, moet ook drie zeggen. Dat was niet compleet zonder het meest fundamentele werk. Dat was dus het boek van de Tao en de innerlijke kracht. Dus die hoorden er ook bij. Dus het was een beetje een plicht. Nou, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Ik had zo het gevoel, het is ongeveer een jaar geleden, dat we van, nou ja, dat doe ik dan ook wel even. Want ik heb er natuurlijk in mijn loopbaan veel op moeten werken en ook wel over gedoseerd. En tenslotte is het maar een heel kort tekstje. Daar komt bij dat het niet alleen plaats was voor een meer originele vertaling in het Nederlands, maar dat er ook sinds een aantal jaren heel belangrijke nieuwe tekstvondsten gedaan zijn die de tot nu toe bekende tekst aanmerkelijk verbeterden en meer begrijpelijk maakten. Ja, u schrijft in het voorwoord in 1973 en 1993, ja, twee vondsten. Ja. En wat heeft dat opgeleverd? Nog, en nu nog recentelijk nog eentje, maar die is minder ingrijpend anders. Wat dat betekent is, ja, het is een lang verhaal. Het boek van de Tao is echt, niet alleen nu in de wereldliteratuur, maar vooral in China, een van de allerfundamenteelste werken. Het is ook de eerste eigenlijk van de klassieken, erkend als de klassieken nog voor de Confucianistische klassieken. En daarom is er natuurlijk heel veel mee gedaan. Om allerlei redenen heeft deze en gene dit woord veranderd, dat woord veranderd, deze volgorde veranderd, etc. En dat heeft gemaakt dat de gedachte, originele gedachte, vaak verduisterd werd door allerlei amenderingen. En ook dat de algehele gedachte minder duidelijk werd. En om dus een tekst te vinden die waarschijnlijk uit de late vierde eeuw, dus omstreeks 320, in een graf is neergelegd in China. Die iemand die zeer aan dat boek gehecht was, dus in het graf heeft meegenomen. En daar dankzij het feit dat het op bamboelatjes geschreven was, niet op papier, en met de goede Oost-Indische inkt, dus in meer dan 2000 jaar niet vergaan is. Nou, dat je het gewoon kunt lezen. We hebben dus nu een tekst die dus niet zo ver afstaat van de datum waar we nu dus vrijwel met zekerheid kunnen vaststellen dat het grootste deel van de tekst van het boek van de Tao geschreven is. Dat is omstreeks 370 voor Christus. Dus ja, dan hebben we dus een hele originele versie. En die is op veel punten veel duidelijker dan wat we tot nu toe hadden. Dus het was alleszins doenlijk om dat op te nemen in een nieuwe vertaling. En dat heb ik dus consequent gedaan. En ik wou er nog even aan toevoegen dat ik dus dan ook maar consequent ben geweest en dus een nieuwe tekstversie op basis van deze vondsten en van de oudere versies gedaan heb. Dus de originele Chinese versie is er ook bij. Dus degene die nu een beetje Chinees kent, en dat zijn gelukkig hoe lang hoe meer mensen, die kunnen dus zelf eens denken van, hé, hey, wat heeft Schipper nou gedaan? Vertaalt hij dat ook heel anders en op wat voor basis doet hij dat? Nou, dat kunnen ze dan zelf gaan verifiëren. Kunt u een voorbeeld noemen van zo'n verduidelijking die het gevolg is van die nieuwe vondsten? Ja, in de eerste zin al de eeuwige Tao
de eeuwige Tao, de eerste drie woorden. Hè, daar stond altijd Chang Dao in het Chinese. Chang betekent permanent, voortdurend. En de eigenlijke tekstversie, de eigenlijke tekst, heeft een ander woord in plaats van voortdurend. Die heeft Geng. En Geng betekent echt eeuwig, totaal, absoluut. Daarmee wordt een concept of een filosofisch perspectief geopend van iets wat totaal absoluut is, wat we in de vroegere tekstversies nog niet vonden. Waarom is deze verandering opgetreden? Ja, dat hadden we misschien zelf wel kunnen bedenken, maar dat was zonder die vroegere tekstversie was dat niet echt tot ons doorgedrongen. Dat is dat er in China de gewoonte bestond, tot voor kort, om bepaalde woorden die voorkwamen in de persoonlijke namen van meerderen, bijvoorbeeld je ouders, of van koningen en keizers, om die uit eerbied te vermijden. Dat je die niet zomaar in de mond mocht nemen, zoals wij niet mogen vloeken. Want je mag de naam des heren niet ijdel gebruiken. Datzelfde gebruik, dat gold veel meer nog in China. En het bleek dus dat omstreeks de tweede eeuw voor Christus een keizer was geweest, wiens personennaam ditzelfde karakter Geng had. En daarom werd dus dat vermeden in de versies die toegeschreven werden en vervangen door het woord Chang, dat permanent betekende. Maar ja, op het gebied van de betekenis van de tekst maakt dat een enorm verschil. De Tao is leeg. Zo leeg dat wat je er ook in doet, hij toch niet vol raakt. Zo bodemloos diep dat daar zich de heilige plaats wel lijkt te bevinden waar heel de schepping vandaan zou kunnen komen. Verstompend wat scherp is. Losmakend wat vast is. Dimmend wat lichtend is. Alles tot eenzelfde stof makend. Zo diep verzonken dat hij daar vermoedelijk zou kunnen bestaan. Maar ik weet niet wiens kind hij zou kunnen zijn, want hij bestond al eerder dan het symbool van de grote voorvader. Misschien moeten we nog even terug naar de titel, want het is natuurlijk opvallend dat u die ook vertaald heeft. Ja, Duivendak vertaalde het woord de. Het is de Tao, de Jing, hè, drie woorden. Hè. Tao, dat is dus de weg. De, wat ik dan vertaal door innerlijke kracht. En Jing betekent boek. Hè. Ja, Duivendak en veel anderen vertaalden met deugd. Dat is niet fout, maar dat doet geen recht ook aan de eigen betekenis. Nou is natuurlijk elke vertaling is een approximatie. Maar het woord deugd is wel degelijk een van de betekenissen van het woord de, dat eigenlijk kracht betekent. Als het Latijnse virtus, hè, als deugd, als een soort van morele waarde, hè, met een moreel kantje, wordt dat woord de gebruikt in de Confucianistische traditie. En dat wil zeggen? Een deugdzaam gedrag, een moreel gedrag. En die gedachtegang is niet alleen het Taoïsme volkomen vreemd, maar, en ik geloof dat dat een van de goede benaderingen van mijn kant zijn van de tekst, het Taoïsme, vooral het vroege Taoïsme, stelt zich op in tegenstelling tot het patriarchale, moralistische, officiële, aristocratische Confucianisme, de leer van Confucius. En daarom wordt het woord de in dit oude ding ook in een heel andere betekenis gebruikt. Niet als iets van het moreel gedrag, van medemenselijkheid en gerechtigheid en al deze dingen, de morele waarden, maar in tegendeel als onze eigen innerlijke kracht die boven deze conventionele deugden uitgaat. En waarom hebt u dan eigenlijk het woord Tao niet vertaald? Is niet te vertalen, want daar is de traditionele vertaling weg, maar dat is weer in de betekenis van een soort van leer, een weg die je moet bewandelen, een soort van voorbeeld wat je kunt volgen, de weg van de mens. Maar hier gaat het om iets heel anders. Het gaat om een kosmisch principe. Het metafysische en ook transcendente principe van de kosmos als een autoregulerend, autonoom systeem.
het leven zelf, zoals zich dat op aarde en in het universum manifesteert, volgens een wetmatigheid die wij niet kennen, die wij niet doorgronden, maar die wel degelijk bestaat. Dat is de Tao. Eigenlijk is het ook vreemd, omdat een van de belangrijkste beelden die steeds in de tekst terugkomt, is die oerchaos. Ja. Dat staat natuurlijk eigenlijk helemaal haaks op het idee van een weg. Het is de modaliteit van de chaos. Dat is wat echt is. Ons echte zijn, ons echte bestaan. Het bestaan wat wij kennen is chaos. Van leven en dood. Wij komen uit de chaos en wij gaan terug naar de chaos. En dat is de realiteit. En die realiteit volgt een bepaald kosmisch proces van wording, van schepping en van vergaan. Dat volkomen autoregulerend is, maar waar het fundament, deze antropie, deze chaos is, onze ideeën van tijd, van ruimte en meer nog van ons eigen zijn, van onze eigen persoonlijkheid, van onze eigen heilsverwachting, zijn schimmen, dingen die spontaan uit ons wezen voortkomen en die vluchtig zijn. Op die manier benadert natuurlijk het Taoïsme zeer het boeddhisme. Zoek de hoogste leegte, bewaar de diepste stilte. Dan verrijzen alle dingen tezamen. Stilzittend aanschouw ik hun terugkeer. Ja, alle dingen hebben hun bloeitijd en gaan dan terug tot waar ze vandaan kwamen. Teruggaan tot de oorsprong heet verstillen. In stilte keer je terug tot je lotsbestemming. Dat is het onveranderlijke. Zij die het onveranderlijke kennen zijn verlicht. Zij die dit negeren doen in het wilde weg rampzalige dingen. Het onveranderlijke kennen maakt vergevingsgezind. Wie vergevingsgezind is, is universeel. Universeel zijn brengt soevereiniteit. De soeverein vertegenwoordigt de hemel. Van de hemel komen we bij de Tao. De Tao maakt dat alles voortduurt. Ook al vergaat het lichaam, er is niets te vrezen. Een begrip wat natuurlijk ook heel vaak terugkomt is spontaniteit. U noemt het ook al. Is dat dan de manier waarop een mens in een hele lichte vorm die chaos kan weerspiegelen? Was het maar zo. Nee, spontaniteit, de dingen zijn zoals ze zijn. Dus dat is een kwalificering van dat proces. Het autoregulerende, het uit zichzelf zijn. Kunnen wij dat ooit benaderen? Doe maar spontaan, wees spontaan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Eigenlijk zou je als Taoïst moeten zeggen, doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg. Het omdraaien. Er zijn veel passages in de Tao Te Ching waar dus spreekwoorden worden omgedraaid. Dus om de relativiteit van onze heilige huisjes te laten zien. Die spontaneïteit terugvinden, die is niet terug te vinden. Die hebben wij verloren, die bestaat niet in onze schepping. Of die bestaat, maar die kunnen wij niet benaderen, die kunnen wij niet kennen. We kunnen maar alleen constateren dat hij zo is. Ik denk dat, er is natuurlijk al veel en misschien veel te veel gezegd over de Taoïstische cosmologie en hoezeer die toch ook in de huidige wetenschap, zowel in de relativiteitstheorie als in de kwantumfysica, bewaard wordt. Daar hoeven we niet verder op in te gaan. Maar het is wel degelijk zo dat wat wij zo langzamerhand ontdekken, nu we ons meer interesseren, gelukkig maar, in het milieu en de milieuproblemen en de manier waarop het leven en de aarde zich in stand houden, dat er op de aarde, laten we zeggen, moeder Gaia, een soort van autoregulerend principe volgt in het maken van het leven en in de hele evolutie van de natuur en van al wat leeft. En dat komt zeer overeen met het idee van de Tao. Maar het is natuurlijk ook de vraag hoe je je als mens moet verhouden tot die chaos. In het nawoord schrijft u van meditatie wordt wel gezien als een manier om daar contact mee te krijgen of om toegang te krijgen tot dat voorgeboortelijke. Maar het is toch niet een soort rebirthing-therapie? Ook dat bestaat in het Taoïsme.
ook de rebirthing bestaan. Het mag allemaal. Zoals de meester die aan de eenvoud vasthield, Paul Poet uit de vroege vierde eeuw, zei... Er zijn honderden methodes. Ze zijn allemaal goed. Hoe we ons daartoe moeten verhouden, we hoeven ons daar niet toe te verhouden. Er is niets te verhouden, maar het is wel zo dat we er goed aan doen om van tijd tot tijd eens op te houden. En als ik het Taoïsme nou zou moeten kwalificeren als een soort van levenshouding of een soort van levenswijsheid, dan geloof ik dat wat het meeste directe is, is van stop maar, laat maar. Dat woehee, we zijn nou verbonden met het idee van spontaneïteit. Dus laat de dingen maar spontaan zo gaan. En dat niets doen, daar hebben we veel over gepraat. Mijn vrienden, veel dachten dat je niet zeggen, niet doen. Dat je niet, het is niet niet doen, het is, er staat echt in het Chinees niets doen, woehee. Dus het maar laten, de zaak maar op zijn beloop laten. De Taoïstische gedachte als een soort van levensfilosofie en levensbeschouwing is een soort van remming. Je moet stoppen. Dit idee wordt prachtig uitgewerkt in de Zhuangzi. Zhuangzi is op in veel opzichten is een soort van commentaar. Het eerste commentaar op te laten. En vertaalt het in allerlei leuke anekdotes en beschouwingen en zo. Maakt het aanschouwelijk. Ophouden. Dat is heel waar. Alles heeft een rem nodig. Een auto kan niet gebruikt worden zonder dat er remmen op zitten. Wij kunnen niet leven zonder van tijd tot tijd te stoppen. En te slapen en te rusten. En een heel groot deel van ons leven is dat rusten en slapen. En misschien, of wel zeker, hechten we daar niet genoeg waarde aan. Weten we niet dat een groot gedeelte, een belangrijk deel, een belangrijke roeping van ons leven is niets te doen. Dus te rusten. En als dus de meditatie beschreven wordt in de Zhuangzi, dan is dat precies dat. Dat is helemaal niks doen. Zitten en ophouden. Hè? Zitten en nergens aan denken. Maar zitten vooral ophouden en vooral ophouden op te houden. Hè? Want als je denkt, ik moet ophouden, ophouden, dan ben je nog bezig met dat ophouden. Dus hè, je moet boven dat ophouden verder gaan en helemaal ophouden. Hoe dat te doen? Nou ja, alle methodes zijn best. Je kunt gaan zitten op de boeddhistische of zen manier. De Chinezen die mediteerden liever liggend. Maar je kunt het ook staand doen. Zoals in bepaalde vormen van qigong of tai chi. Dat is staand of bewegend. Maar een trektocht te voet met een klein rugzakje met je tentje op je rug is ook een prima methode. Ieder vindt dat voor zichzelf. Je weet het waar je rustpunt en je eigen punt, waar je lekker is, helemaal niets hoeft te doen. Het is vooral een houding. Het is heerlijk om niets te doen. Doe door niets te doen. Grijp in door op te geven. Proef wat geen smaak heeft. Zie het kleine als groot, wat weinig is als veel. Beantwoord haat met innerlijke kracht. Bereid je voor op het moeilijke, zolang alles nog makkelijk is. Doe iets groots, terwijl alles nog klein is. Want de moeilijkste dingen in de wereld komen uit wat eens eenvoudig was. De grootste kwesties uit wat aanvankelijk klein was. Daarom streeft de wijze nooit naar het grote. Zo is hij in staat het grote te verwezenlijken. Zij die te lichtvaardig iets beloven, schieten ongetwijfeld tekort in geloofwaardigheid. Zij die de zaken te makkelijk achten, zullen zeker veel moeilijkheden ondervinden. Daarom beschouwt de wijze ze als moeilijk. Zo heeft hij nooit moeilijkheden. Maar Taoïsme is natuurlijk ook vooral een reactie op het Confucianisme. Ja. En kun je nou zeggen dat die Confucianisten voornamelijk bezig zijn die chaos te bedwingen en te controleren? Daar zijn ze doodsbang voor. Dat werd al opgemerkt, een filosoof uit de tweede eeuw van onze jaartelling, zeker Wang Chong,
die zelf Confucianist was. Die zei, wij Confucianisten, wij zijn doodsbang voor de chaos. En de chaos, dat is de baarmoeder. En dat is de vrouwelijke functie. En dat is het alle taboe van de vrouwelijke seksualiteit en van de moeder en zo. Ja, daar zijn ze doodsbang voor. Dat is nog steeds zo. In Amsterdam is men daar ook doodsbang voor. Als men daar niet doodsbang voor was, dan hadden we geen balletjes. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, het niets doen van de Taoïsten is het toelaten van de chaos. Nee, we kunnen niet toelaten, die hebben we. Die is er gewoon, dat is de realiteit. Ja, maar die realiteit onder ogen willen zien. Nou, of we hem onder ogen willen zien of niet, die komt in ieder geval. Want op een goed moment gaan we dood. Dus dat is, dan valt alles uit elkaar. Maar daar zijn we heel erg bang voor, dus daarvoor hebben we verkeersregels en moeten we naar school en moeten we dit en dat doen, et cetera. Omdat we zo doodsbang zijn voor dat niets. Voor de chaos, net zoals het verhaal van de Taoïstische wijze, meneer Calabas en de sjamaan, weet je wel, in de Zhuangzi, ik geloof het hoofdstuk 7. Als de Taoïst dan de chaos laat zien aan de slimme sjamaan die alles weet, dan neemt de sjamaan de benen en loopt hij zo hard weg dat hij niet meer kan worden ingehaald. Zo gaat het ons allemaal. Iedereen is daar bang voor. Iedereen bang is voor het vrouwelijke. Het meeste nog vaak de vrouwen zelf. Dat is zo jammer. Wanneer het volk honger lijdt, komt dat omdat er van hoger hand te veel graanbelasting wordt geheven. Wanneer het volk moeilijk te besturen is, komt dat omdat er van hoger hand te veel bemoeienis is. Wanneer het volk de dood te licht opneemt, komt dat omdat de hooggeplaatsten een te overdadig leven leiden. Slechts zij die er niet op uit zijn er beter van te worden, munten uit in waarde aan hun leven te geven. Ik vind een van de mooiste uitingen daarvan het gebruik van taal in het Confucianisme en in het Taoïsme. Dus dat Taoïsme zegt taal is maar zeer beperkt. Hè? Dat is natuurlijk de opening van de Tao Te Ching. En die Confucianisten die juist alles willen benoemen, precies, zodat het maar gelabeld is. Precies. Wij mensen, wij zijn taal. We praten. Hè? We zijn wezens die praten. We zijn pratende wezens. En door alles een naam te geven, creëren we die dimensie, die geestelijke dimensie, die ons moet beschermen tegen het wat echt is. Dus aan de ene kant alle autoriteit, alle leer, onze ouders, onze meesters, onze goden, onze denksystemen en zo, die ons zogenaamd moeten zeggen wat we wel en niet moeten doen, wel eens en niet is. En aan de andere kant, ja, de illusie van onszelf, wat we zelf zijn, hoe we ons zien, hoe we hopen dat anderen ons niet gaan accepteren, onze begeerte naar de ander, naar de andere mens die we willen liefhebben. Dat is allemaal een taal. Wat we eten, wat we aan hebben, het zijn allemaal tekens. Het zijn tekens, maar de betekenis van die tekens, daar komen we nooit uit. Dat heeft het Taoïsme op ongelooflijk incisieve manier gezien. Vandaar dat dit boekje, ondanks de vele interpretaties en de slechte vertalingen, waar ik er nou eentje nog aan heb toegevoegd, dat het toch mensen iets blijft zeggen. Men voelt gewoon dat het allemaal van een hele andere kant zien, dat dat toch ook een zekere waarde heeft.